Ja, in de zaal vol studenten zou ik willen meegeven dat niet alleen de verdachte belangrijk is, maar ook het slachtoffer. De meeste van jullie colleges gaan over de rechten van verdachten en alles wat ermee samenhangt. Maar eigenlijk zijn er drie vragen van belang als je als officier van justitie een zaak bekijkt. En ook dus als student. Wat moet ik met de verdachte? Tweede vraag, valt er wat af te pakken van crimineel vermogen? En de derde vraag, die hier natuurlijk aan de orde is, wat kan ik voor het slachtoffer betekenen? En ik roep jullie op, bestudeer de artikelen 51H, A tot en met H van het wet van strafvordering nog eens nauwkeurig. Daar staat het allemaal in. Daar staan alle rechten van de verdachte, van het slachtoffer in. En die verdienen het om goed te worden bestudeerd en ook in de praktijk waargemaakt te worden. Mijn boodschap aan juristen van de toekomst is tweeledig. Het eerste deel daarvan is, strafrechtsjuristen hebben 200 jaar lang aan het infuus van de rechten van de verdachte gelegen. Daar zijn ze helemaal mee doordrenkt. Pas de afgelopen 20 jaar zijn de rechten van het slachtoffer in beeld gekomen. En ik denk dat het goed is dat iedereen zich heel goed van die rechten bewust wordt. En het tweede element van mijn boodschap is, rechten voor een verdachte zijn afdwingbaar. Als je ze niet naleeft, dan klapt je rechtszaak. Dat geldt niet voor de rechten van het slachtoffer. Als je die niet in acht neemt, dan kijkt iedereen een beetje gegeneerd om zich heen, maar gaat de rechtszaak gewoon door. En het zou mooi zijn als juristen er nog eens wat aandacht aan zouden willen besteden om na te denken hoe ook de rechten van slachtoffers afgedwongen kunnen worden. Als jonge generatie zijn jullie de hoop in de toekomst. En ik hoop dat jullie erin slagen om hen die lijden aan slachtofferallergie, want ik noem het liever een allergie dan een vermoeidheid, dat die daar overheen komen. Met andere woorden, dat jullie voorvechters worden en wat ruimer gaan denken, bredere kaders. Strafzaken gaan niet alleen over verdachten en wat daarmee moet gebeuren, maar gaan met name eigenlijk ook over slachtoffers en hoe die weer kunnen worden hersteld en gebracht in de positie die zij hadden voordat zij slachtoffer werden.